net wel een behoorlijk aantal pakkende dingen gezegd waar ik eentje er wel primair op wil reageren. Van hier in Brabant, dat we eigenlijk allemaal een beetje hier in Brabant een warm hart toedragen. Daarom zitten we hier. Nou, dat doe ik in ieder geval ook. Het is een echt Brabants bedrijf, Brabants familiebedrijf. Ook altijd erg grappig, in Nederland heb je het altijd over familiebedrijven en over Brabantse familiebedrijven. Je hoort nooit zoveel over Groningse familiebedrijven of Overijsselse familiebedrijven. Het is een Brabants familiebedrijf. En als je dat in Nederland zegt, dan heeft dat altijd een bepaalde associatie. Dan vraag je in Nederland, ja, waarom zeg je dat het Brabants is? Dat heeft altijd iets te maken met gezamenlijkheid, met iets wat grotere gezinnen, denken ze in Nederland vaak dat we in Brabant nog steeds hebben. Nou, misschien is dat wel een beetje zo, dat weet ik niet, maar het voelt niet helemaal zo. En dan krijg je het iedere keer voor elkaar. En ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met, volgens mij, gewoon de simpele Brabantse mentaliteit die wij ook hebben. En zeker ook binnen ons bedrijf, daar wil ik jullie graag iets over vertellen. Familiebedrijf, ooit ongeveer 100 jaar geleden opgericht als groothandelaar, levensmiddelen, langs het kanaal in Veghel. Omdat er vroeger eigenlijk allemaal een trekschuit vanuit Den Bosch naar Veghel kwam en zo door naar Helmond. Mijn opa ooit groothandel begonnen, mijn vader dan natuurlijk overgenomen en ik als derde generatie daarin gekomen om daar leiding aan te mogen geven, maar met een iets andere gedachte. Omdat wij van een groothandelaar natuurlijk naar een retailer opgeschoven zijn. We zijn met supermarkten begonnen in plaats van leveren aan bedrijven met klanten, leveren wij nu direct zelf aan klanten. Maar uiteindelijk maar één ding wat voor ons ontzettend belangrijk is. En dat is wat klanten fans maken. Daar kunnen wij niet genoeg over vertellen. Iets wat zo simpel klinkt. Wat ik denk van ja, wat is een heel overdreven iets misschien, maar voor ons is dat denk ik de basis van alles. Wij willen geen bedrijven bouwen waarin je naartoe gaat alleen maar om een prijs draait. Of waar het alleen maar draait om iets wat losbandiger zou kunnen zijn. Maar voor ons is het eigenlijk heel erg gemeend van hoe bouw je een bedrijf dat je geen klanten hebt, maar fans hebt. Dit communiceren we natuurlijk bijna nooit naar buiten. Want die klant zal het, vind het een beetje raar vinden als je zo zou zeggen, maar het is meer het verhaal wat je vertelt naar je eigen mensen, om ze zodanig aan te zetten dat 100% tevredenheid bij ons lang niet genoeg is. Ik denk dat bijna ieder mission statement iets staat van 100% tevredenheid. Maar als ieder bedrijf 100% tevredenheid levert mensen, dan ben je niet onderscheidend. Dus dan heb je ook geen bedrijf wat kan groeien. En hoe we dat gedaan hebben, is denk ik, de basis ooit gelegd hebben met de 7 zekerheden van de formule. En wat denk ik heel bijzonder hieraan is, iets wat we 96 gestart hebben, dat het zekerheden zijn met garanties. Even heel kort, ik krijg niet heel veel tijd, maar de zekerheid is bijvoorbeeld dat wij euro's goedkoper zijn met de garantie. Als je elders een product goedkoper kan vinden, krijg je bij ons het artikel gratis. En zo zijn al die 7 zekerheden denk ik opgebouwd. En niet zozeer om daarmee alleen direct het verschil te maken ten opzichte van je collega's in de markt. Maar ik denk veel meer als een echte motivator binnen je bedrijf om mensen echt aan te zetten. We lopen operationeel, denk ik, de meeste bedrijven ongeveer allemaal tegen dezelfde issues aan. Ik denk dat het bij Jumbo niet veel anders is als bij onze collega's in de markt. Om gewoon vriendelijk naar de klant om te gaan, met een smile rond te lopen. Om maar eens een voorbeeld te geven. Maar hoe leuk is het om tegen je eigen collega's te zeggen dat we van klanten fans willen maken. En dat je daar ook alle tools voor hebt gekregen om dat te kunnen doen. En een van die hele simpele dingen om irritaties weg te halen, want daar is er denk ik in retail veel om te doen. Echt irritaties uit het boodschappen weg te kunnen halen. Gebruiken wij bijvoorbeeld vaak het voorbeeld van wachten bij de kassa. Dat is ook het ergste waar je kan overkomen. Heb je al je boodschappentrip gedaan, wil je snel naar huis toe. Want boodschappen doen is vaak niet zo heel erg leuk, is een noodzakelijk kwaad. Dus dat wil je zo snel mogelijk doen. Heel praktisch, efficiënt. Kom je bij de kassa en dan mag je in de rij aansluiten. Als je bij ons als vierde in de rij kan aansluiten, krijg je al je boodschappen gratis. Want wij, onze garantie is dat je dus, dat is de garantie wat wij, onze zekerheid is dat je met vol winkelen te maken hebt. Dit is bijvoorbeeld iets waar je je mensen op de vloer heel makkelijk kan aanzetten, want in één keer wordt het van een
frustratie wordt het in één keer een heel mooi spel wat je iedere dag kan spelen. Dus we heb je van die zekerheden en die garanties iets heel moois kunnen maken. Zo zijn we begonnen in 1996 met een winkel in Den Bosch. En mijn droom was ooit 50 winkels in mijn leven hebben. Ik denk, dat lijkt me nou zo'n mooi aantal. Dan zijn we gelijk aan ongeveer alle familiebedrijven in Nederland die supermarktketens hebben. Denk aan Dirk van den Broek, de Hoogvliet, de Voma's, de Deens, noem ze allemaal maar op. En als je er maar eentje hebt en je wil je gelijk meten aan dat soort bedrijven, dan ben je nogal revolutionair. Maar het liep anders. Het ging veel harder. Het concept sloeg aan. En er was eigenlijk niet meer te stoppen. En in plaats van dat wij 50 winkels hadden, hadden we in 10 jaar ongeveer 100 winkels. En die groei die zette zich eigenlijk zodanig door dat wij heel snel een overname konden doen van Super de Boer. Hele grote stap voor onze bedrijven. Wij hadden een familiebedrijf, neemt een beursgenoteerde onderneming over. Dat veel groter is dan je zelf bent. Maar we vonden dat we dat moesten doen. Want we hadden een kans, we hadden een formule neergezet, samen met onze collega's, waar we de markt mee konden veroveren. En wat mij altijd gesterkt heeft in het groeien, is dat we bij Jumbo zeg maar eigenlijk een soort het frietzakmodel hanteren. In plaats van de piramide, met het puntje naar boven staat, staat het bij ons met het puntje naar onder. Dan noem ik het maar simpel gezegd, voor onze winkelmedewerkers noem ik het frietzakmodel. En waarom? Want als je van een klant een fan wil maken, draait alles om die klant. En welke mensen binnen je bedrijf werken met die klant? Zijn die mensen in die winkels. Dus die mensen in die winkels zijn je allergrootste assets die je hebt. Die maken het verschil. Vervolgens verkopen, denk ik, binnen de branche allemaal ongeveer dezelfde producten. En hoe kan het dan zijn dat het ene bedrijf veel meer van diezelfde producten verkoopt als die ander? Dat is denk ik toch het verhaal en de beleving die je erbij krijgt. En ja, dat is iets, dat moet je in geloven. En ook naar acteren, iedere dag opnieuw. Zo moet je organisatie ook opbouwen. Dus om die winkelmedewerkers ontzettend belangrijk te maken. En naarmate je verder dat puntje onderin zakt, kom je steeds dichter bij die familie uit of bij de bestuurders van het bedrijf. En als alles goed gaat in het organisatiemodel, ervaar je eigenlijk heel weinig druk. Maar zijn er dingen die niet goed gaan, ja, dan is het af en toe wel eens lastig. Maar dit is een aansturingsmodel wat bij ons zeg maar heel erg diep geworteld is. En dan ga je samenwerken met mensen van Super de Boer die heel hiërarchisch aangestuurd zijn. En juist hè, met het piramidemodel, waar de bestuurders bovenin zitten, opdrachten geven en uiteindelijk op de winkelvloer tot uiting moeten komen. Dit is een enorme tour geweest, maar we zijn er wel in geslaagd. Sterker nog, kreeg je 2 jaar later de kans om C1000 over te nemen. En als we bij ons uit het raam keken in Veghel, dan keken we aan de overkant van het kanaal en dan zagen we MT Supermarkten. Ik denk, wauw, dat lijkt mij eigenlijk ook wel iets. We hebben er een paar jaar langer over gedaan dan we verwacht hadden. Maar het is in ieder geval gelukt. Dus we hebben ook natuurlijk een paar jaar geleden Laplace aan onze ketting kunnen rijden. Dat is een hele mooie, bijzondere overname. Omdat dat het supermarkt, denk ik, enorm gaat verrijken in de toekomst. Want mensen zelf laten koken en iedere dag op denken dat de behoeften hetzelfde blijven. Dat is natuurlijk onzin. We hebben er steeds minder tijd voor. We willen steeds lekkerder en gezonder eten op een gemakkelijkere manier. En ik ben ervan overtuigd dat Laplace ons die mogelijkheid gaat bieden. Omdat er steeds meer kant-en-klaar gerechten in de supermarkt zullen komen. Of dingen die half fabrikaat zijn, maar wel met de juiste grondstoffen in elkaar gezet. Waar dat merk ook voor staat. En dan heb je alleen een supermarkt. Maar natuurlijk zijn we omnichannel. We kunnen niet anders. Misschien zijn we op dit moment nog steeds wel multichannel georganiseerd. Maar onze gedachte zit helemaal in. Het moet die klant toch niet uitmaken of je in je wijk naar een winkel gaat. Of je in het binnenstedelijk ergens het merk tegenkomt. Of je gaat online bestellen. Het moet allemaal dezelfde beleving hebben. Het moet allemaal dezelfde soort van servicegedrevenheid in zich hebben. En assortimenten kunnen bieden die bij die plek horen. Iets waar we al jaren geleden op zijn gaan investeren. Wat een hele lastige is. Want je zult eerst al die channels wel moeten hebben. Voordat je omnichannel kan zijn. Maar we hebben natuurlijk. De foodmarkt zijn wat de grotere winkels. Ik ben heel erg blij dat wij hier in Tilburg natuurlijk recentelijk ook een prachtige foodmarkt hebben mogen openen. Het heeft behoorlijk wat voeten in aarde gehad, want winkels openen van een paar duizend vierkante meter blijft in Nederland een lastige, want planologisch hebben we liever alles in een wijk, met een wijkvoorziening, waar we de slagers, de bakkers, de kappers, noem het allemaal bij elkaar hebben zitten, met een mooie supermarkt erbij. Maar als je ver boven dat soort meters gaat zitten, dan bestaat er een bepaalde ontwrichting.
Maar voor ons ontzettend belangrijk om echt ons merk neer te kunnen zetten. Een winkel waar een make it, take it or eat it in zit. Waar je gewoon je boodschappen kan doen. Waar je ook de plekken je warme maaltijden kan kopen. En ze de plek ook kan opeten als je zo wil. Nou, dus we hebben ook een Jumbo City natuurlijk ontwikkeld. Echt binnenstedelijk. Is Jumbo zwaar ondervertegenwoordigd. Daar zijn we voor ze op aan het investeren. En dat kom je ook tegen op stations of high traffic locaties. En de online propositie. Ja, we kunnen niet achterblijven. Ik zou er heel veel over willen vertellen. Want de traditionele kanalen zijn de mooie kanalen in onze branche. Daar wordt gewoon geld verdiend. Daar kunnen we op door. Daar kunnen we fors op investeren. En als het over de moderne wereld gaat. Iets waar we zeggen, waarom gaan we naartoe? We moeten meer data van klanten hebben. We moeten meer thuis gaan beleveren. Het wordt steeds moeilijker. Het wordt steeds lastiger. Het wordt steeds duurder. En er wordt eigenlijk op deze manier nog binnen onze retail heel weinig of eigenlijk helemaal niks verdiend. Iedere bezorging die wij moeten doen, kan ik je wel vertellen, gaat eigenlijk gewoon geld bij. Op het moment dat je voor de klant zelf de boodschappen moet gaan verzamelen en ze thuis moet brengen en dat allemaal voor een paar euro moet doen, snapt natuurlijk iedereen dat dat niet kan. Maar dan kun je zeggen, dan gaan we het niet doen. Maar als de verwachtingen hoog liggen en het wordt van ons verwacht, dan zullen we dat waar moeten maken. Ja, en dan bouw je een bedrijf op van ongeveer 80.000 medewerkers. Dat is heel veel. Gelukkig krijg je die niet in één keer, maar dat komt heel gefaseerd. Ieder jaar komen er zoveel bij. En met een omzet die zeg maar ruim boven de 7 miljard gaat, waar wij dit jaar ergens rond de 8,5 miljard zullen eindigen aan totale omzet. En dan de uitdaging in de huidige arbeidsmarkt, die hebben wij ook. Doordat wij bijvoorbeeld ieder jaar een dik 20.000 mensen moeten aannemen. Het heeft niet alleen met nieuwe functies te maken, maar vooral ook met verloop. In supermarkten waar heel veel parttimers werken, hulpkrachten, denk aan de studenten die het leuk vinden om een bijbaantje te hebben, die doen na een kwartaal, een jaartje, die gaan ergens anders studeren of die hebben de focus op iets anders zitten. En ze zijn eigenlijk net ingewerkt, ze zijn voor ons allemaal echt Jumbo-rianen, dat proberen we ervan te maken. Je moet ze opleiden, je moet ze beetpakken. Ze hebben allemaal die kleding aan en ze werken met je merk. En dan is het eigenlijk ontzettend jammer dat we dat moeten doen. Ook op technisch vlak wordt het natuurlijk steeds moeilijker om die mensen te krijgen. En ondanks dat dat zo is, wordt er ook verwacht dat we goed betalen. Nou, gelukkig kan ik één ding zeggen, dat onze branche goed betaalt. In onze branche wordt prima geld verdiend. Want de mensen die veel bij ons komen werken, kunnen natuurlijk uit allerlei dingen kiezen. Ja, de horeca natuurlijk ook een grote concurrent is op de arbeidsmarkt. Maar wij werken denk ik met idealere tijden en het uurloon ligt een stukje hoger. En veel van onze mensen, van onze 80.000 mensen, zitten natuurlijk in die winkels. Dus, maar hier ligt zeker een hele grote uitdaging. Maar wat we doen, is continu opleiden. Onze Jumbo Academy zijn ruim 10 jaar geleden begonnen. Het was eigenlijk een hele vreemde in de bijt. Want waarom gaat een supermarktbedrijf een eigen academy beginnen? Maar je kunt niet anders. Je kunt gewoon simpelweg niet anders. En ik ben heel blij dat we dat toen ook al ja tegen gezegd hebben. Want we hebben ieder bedrijf wat steeds specifieker. Je kunt niet mensen meer van de ene retailer bij de andere zomaar aan het werk stellen. Alles. Er zit zoveel techniek achter, zoveel tools die je eigenlijk moet kennen om vandaag operationeel goed te kunnen werken. Dus daar hebben we onze eigen Jumbo Academy voor opgericht. Toen al eigenlijk meteen erkend door het ministerie van Onderwijs. En daar werken wij iedere dag mee. En het is... En van baan naar loopbaan eigenlijk. Ik denk dat dat het allermooiste is wat we hier zeggen. Ja, je stroomt bij ons hopelijk binnen in een winkel. En ik hoop dat wij door de jaren heen mensen kunnen ontwikkelen. Hè, en hele andere functies binnen ons bedrijf. En hier hebben we iets meer over gezet. Dus onboarding ruim van 23.000 collega's ieder jaar opnieuw. Als je denkt wat dat per week is aan sollicitatiegesprekken die plaatsvinden. En mensen die uitstromen en weer instromen, dat is eigenlijk bijna gewoon een fabriek. Dat is eigenlijk best wel jammer. Want het allermooiste zijn natuurlijk dat die mensen gewoon allemaal een paar jaar langer zouden blijven. Maar het is niet zo. Zo zit de maatschappij van vandaag de dag in elkaar. Lifetime employment is natuurlijk al lang voorbij. Dat weten we allemaal. Maar het mooie hiervan is dat heel veel mensen in aanraking komen met het merk. En wat wil je nalaten? Wat is hetgene wat uiteindelijk in de harten kruipt van die mensen? En dan hoop ik wel de bezieling die bij ons bedrijf hoort. Om mensen echt continu mee te nemen. Er een samenspel van te maken. Het gaat niet om de familie. Het gaat niet om een
een heel belangrijk klein puntje ergens onder in die frietzak. Nee, het gaat om uiteindelijk om klantenfans te maken. En u ziet, we hebben ruim 800 mensen die afstuderen jaarlijks nu op een mbo-programma. We zijn een van de grootste mbo-opleidingen van Nederland geworden. Maar ook heel simpel, het moet wel. Want in ons organisatiemodel, heel de complexiteit die erbij komt kijken, hebben we ook moeten zeggen, iedereen die leiding geeft, moet mbo gecertificeerd zijn. Heel veel mensen die bij ons instromen, zijn niet mbo gecertificeerd. Want eerlijk gezegd, de meeste mensen die in de supermarkt komen werken, zijn natuurlijk niet de mensen die het langst wilden studeren. Maar je hebt ze wel nodig. En als ze niet zo uit schoolbanken komen, dan gaan we het zelf doen. En dat is een enorme, denk ik, cement tussen de stenen geworden om bij Jumbo te komen werken. Wil je bij ons leidinggevende zijn van een winkel? Luister, een winkel heeft ongeveer 150 man in dienst. Met een gemiddelde omzet van kleine 15 miljoen euro op jaarbasis. Dat zijn natuurlijk allemaal middelgrote bedrijven. Daar willen we ook wel mensen hebben die op HBO gecertificeerd zijn. Dus vanaf alle filiaalmanagers en verder onderin de organisatie zijn er bijna allemaal HBO'ers. En we hebben het zodanig opgetuigd dat we dat zelf kunnen doen. Ja, en dan is het natuurlijk van, hoe ga je dan met elkaar samenwerken? Ik denk dat iedere ondernemer droomt van mensen binnen je bedrijf hebben dat op dezelfde manier acteren, met dezelfde energieniveau, 's morgens binnenstappen en zorgen dat die tent voor elkaar is voordat je naar huis gaat. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Dat punt ga je ook nooit halen, want wil je dat, dan wordt het één grote frustratie. Mensen, dit is niet de werkelijkheid. Maar zo kun je wel met elkaar omgaan. Zo kun je wel tegen elkaar blijven praten. Van, wat zou je doen als het jouw bedrijf zou zijn? Dus we hebben bij ons onze functies eigenlijk iets ruimer omschreven als bij vele andere retailers. En ik weet ook zeker dat het zo is, want we hebben natuurlijk heel wat bedrijven overgenomen. En dan krijg je heel veel te maken met mensen die jaren met een andere formule hebben gewerkt. En die willen, denk ik, vaak net iets beter weten van, zeg maar wat ik moet doen, dan zal ik het zo uitvoeren. En bij ons ben je jobverantwoordelijk. En iedere winkel is een beetje anders. We hebben niet één dezelfde winkel. We streven niet naar één dezelfde winkel. Iedere winkel heeft een iets ander assortiment. Samenstelling van je klanten. En besteding is iedere week. Iedere winkel iets anders. En iedere week iets anders. Dus dan zul je ook die mensen zo op moeten instrueren. En ondanks dat we alleen maar goede bedoelingen hebben, liggen we ook wel eens in de clinch. U kent dat gevoel wel. Toen wij nog maar 50 winkels hadden, hadden we nog geen OR. Was helemaal niet nodig binnen bedrijven. Bedrijven die ondernemend zijn en waar je een wijkcultuur kan creëren, is een OR misschien niet zo nodig. Maar het bedrijf ging net even iets harder als dat we dachten. En ik kreeg wel degelijk een OR. En dan krijg je een hele vakbond op bezoek. Hartstikke interessante gesprekken. Alleen ze stromen lijn niet helemaal met je gedachten. Want waarom moet alles vanuit confrontatie zijn? Waarom moet er altijd een conflict ontstaan? Waarom moeten mensen het gevoel hebben, als ze tot een mooi punt willen komen, dat je eerst een conflict moet hebben om er beter uit te kunnen komen? Daar geloven wij niet in. Ik denk dat er maar weinig bedrijven in Nederland zijn die zo goed zorgen voor mensen als dat wij doen. Zeker op logistiek vlak, waar we even de volle confrontatie op gezocht hebben. En we niet anders konden, als ze zeggen tegen de vakbonden, jullie zijn geen partner meer voor ons. Want dit is een aanval op ons DNA. En dat doen we niet langer. Dus we hebben een arbeidsvoorwaardenregeling met elkaar getroffen. Ik moet eerlijk zeggen, 2 jaar geleden wist ik niet wat het was. Nooit van gehoord. Want je denkt, als je met vakbonden te maken hebt, mensen, daar kom je uit. Wij kwamen er niet uit. We doen geen zaken met een vakbond als het over logistiek gaat. We hebben een eigen arbeidsvoorwaardenregeling getroffen. En die zal deze 1 april geheel van kracht zijn. Nou, dan werken mijn bedrijf in Silicon Veghel. Mensen die langer met mij samenwerken, die weten dat Veghel het epicentrum van de aarde is. Daar ontstaat de trilling, daar zit de inspiratie. En hoe dichter je erbij woont, hoe meer je ervan profiteert. En zo blijven wij over Veghel praten. Want wij zijn als Nederlanders eigenlijk toch een beetje gewend van, jeetje, kom je van boven de grote rivieren, ja of nee? Maar als ons bedrijf maar ergens heel veel op investeert, dan is het wel op IT-achtige zaken. Er zijn tientallen nationaliteiten die bij ons werken inmiddels, om appjes te bouwen, om alles met techniek te kunnen doen. Die kunnen wij gewoon niet meer uit Nederland halen, die mensen. En die moeten natuurlijk altijd wel een beetje om lachen, want die komen in Nederland werken, die komen uit, weet ik veel wat, India of dat soort landen, of mensen uit Brazilië, ook behoorlijk wat. Die zijn heel andere afstanden gewend. Als je een uurtje in de auto moet zitten om naar je werk te gaan,
wat maakt het uit? Wij willen eigenlijk het liefst zo dicht mogelijk bij ons werk wonen. Hè? Dus vandaar dat denk ik Silicon Veghel volledig op zijn plek is. En dan is Jumbo-DNA, eigenlijk alles wat wij doen. Iets wat in ons zit als mens. Dat is samen, dat is ondernemen en dat is winnen. En samen staat voor ons, als wij aan tafel zitten om tot de beste oplossing te komen, dan gaan we voor het beste idee. Maakt niet uit wie er mee komt, dat vinden we mooi. We luisteren goed en dan gaan we dat ook doen. Het ondernemen is door iedere dag weer opnieuw naar nieuwe kansen te kunnen zoeken. Iedere dag. Al heb je het gisteren afgesproken, als we vandaag een beter idee hebben, dan gaan we ervoor. En winnen, we willen allemaal winnen. Winnen geeft energie, winnen is heerlijk. En als je als bedrijf iedere keer weer een stapje kan zetten en kan winnen, dan bouw je denk ik een ontzettend sterke cultuur. En als je dat allemaal doet, dan gaat het over passie, veel verwachtingen overtreffen en bij ons altijd de klant op één. Dankjewel.